Maar nu eerst onze hip van op vlogster Kirsten, die elke week een leuke do-it-yourself laat zien. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. En heb jij nou van vorige zomer een super saaie spijkerbroek over? Dan heb ik daar vandaag een leuke tip voor. Wat je nodig hebt voor deze DIY is een oude broek, potloden met een gum op de achterkant, tandenstokers of satéprikkers en een bakje met bleek. Allereerst pakken we de spijkerbroek erbij en een tandenstoker. En deze gaan we in de bleek dippen. En daarmee ga ik 5 lijntjes zetten die van binnen naar buiten toe lopen. Dan pak je dan een potlood en je gaat de achterkant gebruiken met de gum. En daarmee ga ik stipjes zetten. Zo. En hierbij kun je eigenlijk elk patroontje maken dat je zelf heel erg leuk vindt. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van afwachten tot het is opgedroogd en totdat alles gebleekt is. En dan is dit het eindresultaat. En je zou natuurlijk ook nog de voorkant kunnen doen. En wil je nou meer van mij zien, check dan zeker even het Hip van op YouTube kanaal.